De voorzitter van Stichting SUE, Jiwani Seggen, is tevreden over het verloop van de Jiwa Anu-campagne 2017. Er is bijkans 250.000 SRD ingezameld. De voorzitter zegt dat er 9 projecten zijn uitgekozen die voldeden aan de thema's sport, kunst en cultuur. Het uitkiezen van een project wil nog niet zeggen dat je het geld 1-op-1 in handen krijgt, benadrukt Seggen. Volgens hem zal de stichting erop toezien dat de ingezamelde fondsen op een correcte manier worden besteed. Van de 30 plus inzendingen die bij de stichting binnen zijn gekomen, hebben zij 9 uitgekozen. We hebben allereerst gekeken van wat zijn de projecten die voldoen aan de eisen van het thema, die een financiële onderbouwing hadden. En daarna hebben we gekeken naar wat past binnen ons budget. Dus we hebben niet gezegd van 3 sport, 3 kunst, 3 cultuur. We hebben gewoon gekeken naar wat kunnen we doen en wat vinden wij als SUE projecten waar wij ons achter willen scharen. Het eerste project is van APSO. Dat is een trainde trainerscursus. De organisatie heeft een aantal voetbal elftallen, jeugd elftallen. En de organisatie is gevestigd in een moeilijke buurt, om het zo te verwoorden. En trainers hebben dan tools nodig om met de spelers om te gaan. De overige projecten die zijn uitgekozen zijn de Dance Bootcamp, de cultuurkaravaan van G-Art Block, Stichting EDA Mission 21, de scholen sportcompetitie in Saramaca, renovatiewerkzaamheden CCS Paramaribo Noord, muzieklessen verzorgd door de geloofsgemeenschap op Sophia's Lust voor alle jongeren van de buurt en de Kiwanis Club die enkele sporttoestellen wil plaatsen op de Samuelschool. Dat is het ten aanzien van de projecten. Dat is nu in volle gang. We zijn in principe ook al bezig met de planning voor dit jaar. We hebben als eerste in januari de evaluatie gehouden. En als organisatie zeg je dan tegen jezelf, oké, we zijn blij met wat we hebben opgehaald. Maar we hadden graag meer gewild. En dan moet je in de spiegel kijken en als eerst zeggen, wat hebben wij fout gedaan? Waar hebben wij steken laten vallen? We hebben dat geïdentificeerd. En op basis van die fout hebben we gezegd, dat gaan we dit jaar anders doen. En dat is een van de redenen waarom we nu al kijken richting eind van dit jaar. Wil je dat die stichting levensvatbaar is voor de toekomst, ook als wij er niet meer zijn, dan moet je bepaalde dingen in place brengen. Dat is een proces. Dus we zijn bezig met de interne versterking. En dat zal niet 1, 2, 3 gebeuren. Maar we werken eraan. Jiwani Seggen, voorzitter van Stichting SUEET. Hij was de gast in het ATV Actualiteitenprogramma In Gesprek Met. Met hem is gesproken over de projecten die de stichting heeft uitgekozen om mede te financieren.